Het is inmiddels een half jaar geleden dat jullie voor het laatst een nieuwe video van mij gezien hebben. Maar ik ben terug. Ik ben niet terug in Nederland. Ik ben nog steeds in Canada. Een half jaar geleden ben ik namelijk naar Canada vertrokken. Om die reden ben ik ook een tijdje gestopt met het maken van content voor investeringspraat. Omdat ik me volledig op mezelf wou focussen. Maar ik ben terug. Momenteel loop ik in Whitehorse. Of iets boven Whitehorse. Het is inmiddels al winter hier. Het is zo'n beetje rond -10 nu. En het leek me leuk voor deze eerste video na een half jaar om mijn persoonlijke verhaal met jullie te delen over deze trip, avontuur, een andere versie van mezelf geworden. Daarna in de volgende video's zal ik ook zeker weer gewoon teruggaan naar de content die jullie van mij gewend zijn. Dus video's over investeren, beleggen, bitcoin, economie, goud, zilver en wat je verder allemaal op mijn kanaal hebt kunnen vinden van de afgelopen paar jaar dat ik deze content maak. Hoe is het afgelopen half jaar gegaan? Laat ik beginnen bij het begin. Een half jaar geleden, 19 april, ben ik naar Calgary gevlogen. Ik heb daar 2 dagen verbleven en ik heb daar wat dingen opgezet, zoals een bankaccount en dat soort dingen. Calgary gezien. En 2 dagen later ben ik naar Whitehorse gevlogen. Whitehorse is de plaats waar ik momenteel verblijf, waar ik momenteel woon. Een half jaar geleden, toen ik in Whitehorse aankwam, ben ik daar eigenlijk maar vrij kort geweest. Ben ik daarna doorgegaan, ietsje zuid naar Cargrosse. En Cargrosse is de plek waar ik een half jaar gewoond en gewerkt heb. Ik heb daar gewerkt voor een bedrijf wat dagelijks cruiseschip toeristen ontving die met een touringbus daar naartoe komen. Hoe ging dat in zijn werk? Er is een plaats ongeveer 1 uur, 1.5 uur daar vandaan. Skagway is in Alaska. En daar komen dagelijks cruiseschepen aan. En die mensen kunnen een tour bijboeken. En onder andere een stop was dus in Cargrosse bij het bedrijf waar ik gewerkt heb. Dit bedrijf gaf deze mensen een lunch en daarnaast hadden ze verschillende activiteiten, zoals een museum. In de zomer nagesimuleerde dogs, slee tours, dus ja, honden eigenlijk voor een gemotoriseerde soort van off-the-road kart. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. Dat half jaar heb ik natuurlijk veel geleerd. Het is natuurlijk, voor mij was het voor de eerste keer op mezelf wonen. Aan de andere kant van de wereld. Dus je kan je voorstellen, het is best wel een enorme stap in je leven. Maar een stap waar je ook heel veel van leert. Wat is er zo goed aan een buitenlandervaring? Je leert heel veel. Dat is natuurlijk een begrip wat iedereen zegt. Maar je leert om heel erg zelfstandig te worden. Als er problemen zijn, zitten al je vrienden, al je familie in het algemeen aan de andere kant van de wereld. Dus je zal het zelf moeten oplossen. Een ander ding is, in een andere omgeving ga je anders denken. Je ontmoet heel veel mensen van heel veel verschillende landen in het algemeen. Of in elk geval mensen uit het land waar je bent. Maar in mijn geval, als je op een seizoensplek werkt, dan komen daar vaak mensen van over de hele wereld werken. Dus je spreekt met heel veel mensen van verschillende culturen. Dus je krijgt wat dat betreft een andere beleving van de wereld. En ik denk dat dat iets heel ergs goed is. Zeker in een wereld die steeds meer met elkaar verbonden raakt. Een wereld die ook heel veel problemen kent. Denk ik dat het goed is dat we mensen hebben, of steeds meer mensen krijgen, die elkaar beter begrijpen. En dus ook beter weten hoe ze met elkaar moeten omgaan. En al dat soort dingen. En dat leer je gewoon beter door dus met andere mensen van andere culturen te praten. Een ander punt is, als je in een andere omgeving bent, heb je de tijd om alleen eens na te denken over jezelf. Je wordt dus letterlijk een andere persoon dan dat je was hiervoor. Ook krijg je andere inzichten over de wereld als je ergens anders bent. Bijvoorbeeld als je, om toch een beetje over de content te gaan hebben waar ik het allemaal over heb, investeren, economie. Als je op een andere plek bent, dan ga je dus toch het land op een andere manier bekijken dan hoe je dat normaal gesproken van buitenaf zou kunnen doen. Dus je leert wat van wat lokale mensen zeggen, van hoe je ziet dat dingen eraan toe gaat, leer je een hoop. Dus bijvoorbeeld over de huizencrisis. Er wordt altijd gezegd van, er zijn niet genoeg huizen in Nederland. Er is niet genoeg ruimte en al dat soort. Ja, ik wil het nu echt gewoon bullshit noemen. Want hier is hetzelfde probleem met huizen. Hier zijn huizen ook onbetaalbaar. En hoe
kan er op een plek die zo enorm groot is, waar zoveel ruimte is, waar zo weinig mensen wonen, nou net hetzelfde probleem zijn. Dus dat is een grappig ding. Of ja, het is helemaal niet grappig, maar het is interessant om dat soort dingen te beseffen als je dus ergens anders bent. Voor de rest is er natuurlijk nog heel veel meer. En ja, om dat nou allemaal in deze video te gaan proppen, dat wordt denk ik een beetje veel. Dus als je vragen hebt, zou ik het leuk vinden als je deze achterlaat in de reacties. En dan wellicht maak ik een deel 2 en beantwoord ik al deze vragen over deze ervaring die ik gedaan heb. En die ik nog steeds aan het opdoen ben, want ik blijf het komende half jaar voor de winter. En momenteel maak ik sneeuw en daarna word ik een lift operator in een skigebied hier. Dus dit avontuur is nog lang niet ten einde. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken van deze video. Vond je dit interessant? Geef het een like, laat een reactie achter. Deel het met zoveel mogelijk mensen misschien, als je me wil helpen. En dan voor nu zie ik je graag terug in de volgende video.